Vrijdagmiddag 29 januari heeft Peter Schipper afscheid genomen als conservator van het Flipje en Streekmuseum. Tijdens de receptie bij het regionaal archief Rivierenland kreeg hij uit handen van burgemeester Beenakker de erepenning der stad Tiel uitgereikt. Aangeboden aan de heer Schipper vanwege zijn afscheid als conservator bij het Flipje en Streekmuseum Tiel. Ja. 29 januari 2016. Geweldig zeg. De erepenning van de gemeente Tiel die wordt uitgereikt aan personen waarvan het gemeentebestuur vindt dat ze... Ja, de naam van Tiel en de historie van Tiel en of op andere terreinen, maatschappelijke terreinen, sociale terreinen, Tiel als stad gediend hebben. Dat ze daar iets voor betekend hebben. En ja, ik ben daar blij mee. Daaruit blijkt dus dat ik voor Tiel, vanuit de historische kant dan, blijkbaar toch iets betekend heb. Hoeveel ambtenaren zijn slechts lantaarnpalen? Lang en stijf, steeds op dezelfde plek staand, met aan het eind een lichtpuntje dat ze dan pensioen hebben. Het was echter niet mijn aard om alleen maar His Master's puppet te zijn, zeg maar zijn meesters. Marionet, mijn eigen mening, had hij ook op het gebied van de monumentale stad. Waarom werd er toch zoveel afgebroken in Tiel? Had de Tweede Wereldoorlog niet genoeg gaten geslagen? Ik heb me steeds verzet tegen de sloop van historische verbouwing en vervanging door bloedeloze, niet-zeggende nieuwbouw. Langzaam kwam er verbetering. Mede dankzij de mannen en vrouwen van waardevol Tiel, wil ik het dan nog even zeggen, en de ambtenkamer. En dan komt mijn statement. Een stad die zich niet koestert in de warmte van haar eigen verleden, is als een schip zonder anker. En wordt een speelbal van de huizenhoge golven en de waan van de dag. En nu het afscheid. Wat blijft is te herinneren. Ik moest terugdenken aan het opzicht op een monument ergens in Duitsland. En de Duitse taal daagt er warm naartoe. Ik heb hier ons verleden ook vrouw Amerika gezien. En die probeert mij op dinsdagmiddagen al een jaar, anderhalf Duits bij te brengen. Hoe ik ervoor sta, weet ik niet, maar ik vind het gewoon een prachtige taal. De cursus is heel plezierig. Leuke mensen die ik verleden hier ook gezien heb. Prachtig. En er stond nog een monument in dat kleine plaatsje. Es komt die Zeit, wo die Erinnerung an die Stelle der Hoffnung tritt. Voor de niet-Duitsstalige onder u, ik kan me voorstellen dat ik het begrijp. Er komt de tijd waarop de herinnering op de plek komt van hoop. Immers, ik ben 65. Hoeveel hoop kun je nou nog hebben? Nou, toch nog een hartje hoor. Maar toch niet veel, zo heel veel meer. En dan komen de herinneringen, hè, die worden steeds sterker, die worden steeds talrijker in je hoofd. En dan kom je vanzelf uit, ook ja, bij een museum. En afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen. En verpakken in goede gedachten, de herinnering. Over het algemeen zijn er prachtige herinneringen. En dat komt vooral door jullie die hier allemaal zijn. Ik ga niemand in het bijzonder noemen. Iedereen is even dierbaar. En ik voel me vanmiddag echt in een warm bad van jullie aanwezigheid. Ik vind het prachtig. Thank you.